Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes! En we gaan deze hele mooie, kleine, leuke zomers huisje maken. Hij is niet groot, kijk maar als je binnenkijkt. Het is maar een heel klein mini huisje. Gewoon leuk voor qua decoratie en opslag. Ja, het is gewoon even ter opvulling van je dorp of je stad. Als je hier gewoon heel wat van dit soort huisjes maakt met alle gekleurde beton, ziet het er echt heel leuk uit. Wat hebben jullie allemaal voor nodig? Nou, ik heb hiervoor gebruikt geel beton, donkere eikenhouten hekjes, modder muur of modder bakstenen muur, geloof ik. Sparrenhouten valluiken. Dan hebben we sparrenhouten trappetjes, een sparrenhouten deur, een grijze raam, zoals je kan zien. En bakstenen blokken en trappen heb ik hiervoor gebruikt. Wat spinnenwebben voor de schoorsteen. En qua decoratie heb ik wat eikenhouten boompjes neergezet. Dat vult lekker op. Dat ziet er ook weer mooi uit. Ik zou zeggen, geef alvast de blauwe duimpjes omhoog als je een toffe, gave huis vindt. En dan, here we go. En we beginnen als allereerst met geel beton. Doen we er 1, 2 en 3 van op elkaar. Dan slaan we er een over. Doen we hier weer 1, 2 en 3 van op elkaar. Slaan we er weer een over. En doen we hier ook weer 1, 2 en 3 van op elkaar. Dan maken we deze dicht. 1 en 2. 1 komt aan de onderkant. En dan komt hier een grijze raam in. En aan deze kant komt een sparrenhouten deur. Kijk, als we dit hebben gedaan, dan krijgen we dit zo. Dan pakken we weer de gele beton. En dan gaan we hier weer 1, 2, 3 en 4. Dan gaan we terug. 1, 2, 3, 4. En hier 1, 2 en 3. Dan gaan we hier in de hoek. Doen we er 1, 2. Hop. 1 en 2. Dan doen we er hier 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Deze kant ook weer. 1, 2, 3. Alle hoeken komt dan één blok. Zo. En die komt dan weer daar. Dan plaatsen we overal een grijze raam in. 1, 2, 3. Hop. Dan hebben we hier de vloer. Dan kan je natuurlijk kiezen wat je zelf wil. Ik doe de stenen bakstenen even in. Zo. En dan gaat die weer mooi dicht. Deze kan je ook voor een vloer. Maar dan gaat de deur weer eruit. Dus dan doen we zo even weer de deur daarin. Deze kant doen we eigenlijk geen raam. Die doen we gewoon helemaal mooi dicht. Dus dan krijgen we nu dit. Dan gaan we hier zo in het midden. Doen we stenen bakstenen. Doen we helemaal omhoog. Dus het is 4, 5 en nummertje 6. En misschien wel 7. En dan pakken we onze bakstenen muur. Doen we 1, 2 en 3. Dan krijg je nu dit. Stenen bakstenen trap. Doen we 1 zo. 1 daar. 1 daar. 1 daar. En 1 zo. En dan gaan we hier daarbovenop. Doen we nog eentje. Hier nog één. En aan deze kant nog één. Kijk, dan krijg je nu maar dit. Een soort trappetje naar boven toe. Dan gaan we beginnen met het dak. Het dak gaat als volgt. We pakken de vuren houten trap. Die zetten we één erop. En eentje zo. En dan doen we er één eroverheen. Dan gaan we door naar deze kant. Doen we precies hetzelfde. Zo. En ook hier één eroverheen. De andere kant doen we ook weer hetzelfde. En hier. 1, 2, daar, daar. En die komt dan mooi daar zo. En deze gaat mooi daar. Oké. Okay. Dan gaan we nu trappetjes op z'n kop zetten. En dan 1 en 2 daarbovenop. En dat doen we net zo lang tot we in het midden zijn aangekomen. En doen we 1 trap op z'n kop er tegenaan. Aan deze kant doen we ook hetzelfde. 1, 2,
3 en 4. Laten we het dak zeg maar door de schoorsteen heen komen. Zo. Daar 1 en er komt daar ook eentje. Nu vullen we deze allemaal mooi in. Dus dan hebben we het dakje snel gemaakt zo. Andere kant ook hetzelfde. Zo. Dan pakken we het geel beton weer. En die vullen we hier allemaal mooi in. Zodat dit eenmaal wordt gevuld, het dak. 1, 2, 3. En dan deze kant ook. 1, 2 en nummertje 3 komt dan mooi daar. En dan zie je aan de zijkant, zie je dan mooi dit. Oké, dan pakken we onze donkere eikenhouten hek erbij. Doen we hier 1, 2, 3, 4 en 5. 1 naar beneden. Hier 1 naar beneden. En daaronder komt een modder bakstenen muur. 1 en daar ook eentje. Doen we hetzelfde aan deze kant. 1 en 2. Gaan we hier 2 omhoog. Helemaal naar de andere kant. En dan weer eentje naar beneden. En je zou eventueel nog ook eentje daar kunnen zetten. Deze kant doen we ook weer hetzelfde. Zo. Modder, stenen, muur. En dan krijg je nu maar dit. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze valluik, spannend valluik. En die zetten we hier bovenop. Zo. En die komt dan mooi daar. En de spalluik, of de valluik, die komt hier bovenop om hem mooi af te maken. Als we dit hebben gedaan, dan zetten we hier één blok neer. En zo. Spanhout valluik komt daarvoor. En die komt aan deze kant. Dan heb je mooi dit. Dan zetten we daar bovenop kunnen we een mooi bloempotje neerzetten. Met een bloempje erin. Ik denk dat ik voor een mooie rode klaproos ga. En dan de bloempot, die staat volgens mij hier ergens beneden. Even kijken hoor. Volgens mij moet die hier ergens tussen staan. De bloempot. Waarschijnlijk ben ik er al 2 keer voorbij gegaan. Zoals altijd. Maar dat het is altijd even... Oh kijk, daar staat hij. De bloempot. Hop. Zet hier een mooi bloempotje op. Hop. En een mooi klaproosje er bovenop. Dat zou je eventueel ook nog hier kunnen. Dus hier kun je ook nog een vuurhouten trap. Een soort vensterbankje maken. Dan doen we dat zo. 2 aan de zijkanten. En dan 2 mooie klaproosjes er bovenop. Hetzelfde geldt voor deze kant. 1, 2 en nummertje 3. Klaproosje. Of een bloempot en daarin een klaproosje. En dan is je huisje eigenlijk wel een beetje af. Het allerlaatste is voor de schoorsteen. Daar doe ik mooie spinnenwebben. Voor als rook zeg maar. Dus die kunnen we zo naar boven doen. En dan doe ik meestal zo. Een beetje zo op. En zo. Kijk, en dan haal ik af en toe gewoon eentje weg. Zodat het niet echt... Ja, zodat het echt op rook lijkt, zeg maar. Zodat het niet één streng wordt naar boven toe. En dan zou je eventueel nog voor decoratie... Zou je nog wat boompjes neer kunnen zetten. Ik ga lekker voor de jonge eik dit keer. En met wat botmeel. Dat is hier, benenmeel. En zo. Maken we hier een mooi boompjes rondom. Dat vult lekker je huis. Kijk, dan heb je allemaal verschillende jonge eikenboompjes. En dan zou je ook eventueel wat gras neer kunnen zetten. Dat geeft ook gelijk weer wat
kleur. En dan maken we hier een mooi pad. En dan is je huisje helemaal af. Vond je nou een tof, gaaf, leuk huisje? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende video maar weer. Laters!